super leuk dat je kijkt naar een extra video. Vandaag ga ik een Get to Know Me tag opnemen. Een aantal is misschien helemaal nieuw met mij. Dus bij deze even mezelf voorstellen. Mijn moeder heet Carol en mijn vader heet Melvin. Mijn achternaam is Lee. Eigenlijk heet ik Lee Fo-Shu. Maar mensen hebben er altijd heel veel problemen mee. Dus op een dag dacht ik, weet je wat? Ik maak er Lee van. En nu hebben toch mensen nog steeds issues met mijn naam. Want nu denken ze dat het weer bij de voornaam hoort. Dus nu is het gewoon heel vaak, hi Jamie Lee. En dat is hetzelfde dat als je bijvoorbeeld zegt, hallo Jan Jansen. In Amersfoort. 1987. 1,58 meter. Shorty. Heel kut met concerto. Valerie. Ik ga al heel lang met Alain. Die heb je vast wel al in mijn vlogs terug zien komen. Volgens mij zijn wij nu 13 jaar samen. Heb ik dat goed, Alain? Nee. En mensen vragen altijd, oh, dan ben je vast heel erg verwend. Nee, ook niet. Ik ben gewoon enig kind. That's it. Leuk is wel, Alain heeft 2 broers. En die broers hebben ook weer vriendinnen. En die hebben ook weer kinderen. Dus zij voelen als mijn broers en zussen. Oh. En ik heb mijn neef Rashid en ik zie hem als een broer. Ik woon nu sinds 5 of 6 jaar in Amsterdam. Ik ben een beauty- en modejournaliste. Ik heb eigenlijk altijd voor de bladen gewerkt. Nog steeds werk ik op freelance basis voor tijdschriften. Ik heb 4 jaar bij Bonbonne gewerkt. 1 jaar bij Grazia magazine. En in die hele looptijd had ik al mijn eigen website die toen Jamie's Blog heette. Dus in die zin zou je me ook blogger kunnen noemen. En die heb ik op een gegeven moment een andere naam gegeven. En dat is dus nu Corner Magazine. Dus eigenlijk ben ik een redacteur, een journalist, een columnist, een website owner. Ik schrijf al zo lang dat ik misschien al wel... Wat zou het zijn? Ik heb al over de 200 columns geschreven. Overkoepelend ben ik dus een mode- en beautyjournalist. Ik schrijf. Ik heb communicatie gestudeerd aan de hogeschool in Holland in Diemen. Heb ik niet, ik lees geen boeken. Ik heb geen geduld voor. Een film is gewoon hoppa, uurtje klaar, 2 uurtjes klaar, max 3 uurtjes klaar. En een boek. Ik doe niet aan sport, ik haat sport. Mijn favoriete kleur is zwart. Een oude roze in het interieur is zo mooi. Maar qua kleding is het toch echt zwart. Oké, luister goed. Sowieso alle Jason Bournes, behalve die ene waar Matt Damon niet in zit. Ik hou heel erg van Remember the Titans. Daar zitten heel veel boodschappen in. Waar we allemaal heel veel van kunnen leren. Als je kijkt naar racisme en als je kijkt naar vriendschap en teambuilding. You will be on the team. En humor en muziek. Goede muziek komt er in Remember the Titans voor. In dezelfde categorie heb je ook die film met Sandra Bullock. Hoe heet die ook alweer? Oh, en nog zo'n mooie film. En echt van mijn favoriete films is The Pursuit of Happiness van Will Smith. Elke keer moet ik weer huilen als ik die film zie. Anna Nushin. En ik kijk naar Paulien Tilsa. En ik kijk... Dus ik houd wel een beetje in Nederland. En verder kijk ik gewoon alleen nog maar Jimmy Fallon filmpjes. Maar dat is geen YouTuber. Cola Light all day. De smaak van Cola Light is gewoon echt fucking lekker. Fucking lekker. Eigenlijk thee, maar sinds ik kinderen heb ook koffie om mezelf een beetje in leven te houden. Sexy, vrouwelijk, poezerig, niet ordinair, semi-stijlvol. Jawel, ik ben wel stijlvol. I'm so fancy. Maar mijn echte stijl komt niet helemaal naar voren, want ik vind mezelf nog te dik. Vergeetachtig zijn en ook slordig zijn. Mijn muzieksmaak gaat van Ronnie Flex tot Otis Redding. Het gaat van Lil Kleine tot Michael Jackson. En het gaat van Al Green helemaal naar de opposite. Ik hou van Nederlandse rap, Motown muziek. Ik kan ook heel goed gaan op, ja, klassieke deuntjes. Zo
mooi dit. En deze ook. Una Martina. Dus dat. Baby, like your style. Jennifer Lopez. Ik zie haar meer als een vriendin. Dus in die zin, een girl crush is ze dan niet echt. Het is meer mijn zus. Rihanna. I wanna let you know. Beyoncé, maar die vind ik echt te afstandelijk. Kijk, Rihanna, dat is gewoon toch wel wat dichterbij. Ik hoop dat je me zo een beetje beter hebt leren kennen. Ik heb ook een Q&A. Als je die wil zien, dan kun je me nog beter leren kennen. Dat zijn vragen die jullie hebben bedacht. Linkje heb ik hieronder in geplaatst. Bedankt dat je hebt gekeken en tot de volgende video. Doeg! Paint me like one of your French girls.